allemaal, wat is het leuk? Jullie zijn weer een nieuwe video. In de video van vandaag gaan we naar de gondels. Eieren zijn heel erg leuk om een cadeau te doen, om hier een cadeautje in te doen, want deze kunnen namelijk open. Superleuk! Is opgericht in 2015 en ze zijn bekend om hun luxe glazen kerstornamenten. Vondels heeft alles van klassiek tot eigentijds. De ornamenten zijn altijd erg creatief. Er zitten mooie details in en het zijn handgemaakte, op maat ontworpen ornamenten. Ik ben dol op de ornamenten van Vondels. Ze zijn gewoon even net wat anders. En dit zijn mijn vondelsornamenten van dit moment. Het witte theepotje met een bloemenprint. Deze kersthanger is vervaardigd uit mondgeblazen glas en met de hand gedecoreerd. En de hanger is gedecoreerd met een klassiek bloemenpatroon en afgewerkt met hele mooie gouden glitters. Ik was al helemaal weg van deze theepot toen ik hem voor de eerste keer zag. Dus ja, deze kon echt niet missen in mijn collectie. Dan heb ik nog de bruine tackle met kerstmuts. Deze heb ik eigenlijk voor mijn verjaardag gekregen van mijn dochter. Deze hele schattige kersthanger
is met de hand beschilderd weer, met de mond geblazen. En dat zijn eigenlijk alle ornamenten van vondels zijn allemaal met de hand beschilderd en met de mond geblazen. Dus ja, maar deze kersthanger geeft je boom gewoon een hele feestelijke en speelse uitstraling. Ook vind ik de wimpers heel erg mooi. Je ziet dus echt van die wimperhaartjes, heel erg schattig. Ja, het is gewoon echt een hele, hele leuke kerstbal. Dan heb ik de Glühwein kerstornament. Nou, deze is ook heel speciaal, heel leuk. Voor mij heeft deze nog weer een extra betekenisje. Omdat ik vorig jaar echt de kerstmarktjes afging samen met mijn schoonzus. En daar namen we onze glaasjes Glühwein. Dus ja, dit doet me echt aan denken. Het Glühwein glaas ziet er ook heel erg mooi uit. De details die ook weer hier aan zitten zijn zo leuk. Kijk wat er in het glaasje Glühwein zit. Dan heb je de sinaasappeltjes en de kaneelstokjes. Ja, dat is echt bij vondels. De details zijn echt super, super mooi. Dan hebben we nog de Ski Lodge. En de Ski Lodge is eigenlijk meer iets wat ik graag zou willen doen rond de kersttijd. Is op vakantie gaan, echt naar zo'n wintersoord. En echt in zo'n cabin zitten. Oh, dat lijkt me echt geweldig. En daar doet deze ornament me echt helemaal aan denken. En dan samen zo gecombineerd met het Glühwein. Ja, vind ik dit het perfecte plaatje. Dus ja, dit zijn mijn ornamenten die ik heb van vondels. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vond je dan leuk? Zeker een duimpje omhoog. Druk zeker niet abonneren. En dan zie ik jullie graag weer in de volgende video. Tot dan. Doei!